Goedenavond, beste mensen, waar u ook bent, met wie ook samen deze dienst volgt. Gisteren waren wij samen voor het Witte Donderdag gebeuren. Vandaag, Goede Vrijdag, is een dag van stilgebed en inkeer. We willen bidden en ons bezinnen rond het kruis van Christus de Heer, want het valt ons moeilijk op te zien naar het kruis, teken van vernedering en ondergang, teken van lijden en dood, kenmerkend voor onze tijd. Maar we willen dit kruis ook huldigen, want het is een teken van opstanding, het is een teken van heil, een teken van eeuwig leven, hoop, leven, overwinnen. Laat ons nu in stilte bidden rond het kruis van Hem die ons door zijn dood het leven schenkt. God, door het lijden van de Heer heb je ons bevrijd van de dood, die sinds de eerste zonde op de mensen drukt. Heilig ons die nog het beeld van Adam in ons dragen. Schenk ons uw genade die uitzicht op de hemel biedt, zodat wij gaan gelijken op uw Zoon en evenbeeld worden van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Eerste lezing uit de profeet Jesaja. Zie, mijn dienaar zal succesvol handelen. Hij zal worden verhoogd en verheven en zeer verheerlijkt. Zoals velen over hem ontsteld hebben staan, zo misvormd was hij, zo onmenselijk van voorkomen en zijn schoonheid beneden die van mensenkinderen. Zo zal hij vele volkeren slaan met verbazing. Koningen zullen hun mond voor hem sluiten, want wat hun niet verteld is, aanschouwen zij. En wat zij niet hebben gehoord, zien zij in. Wie kon geloven wat wij hebben gehoord? En over wie is de arm van de Heer zichtbaar geworden? Hij is geprezen als een alleenstaande loot en als een wortel uit de dorre grond. Hij had gestalte nog luister, zodat wij naar hem konden zien. Geen voorkomen, zodat wij hem zouden kunnen begeren. Veracht en door de mensen verstoten. Man van smarten en door lijden gerijpt. Als een die zijn gelaat voor ons heeft verborgen. Veracht en door ons niet geteld. Toch waren het onze pijnen die hij droeg en onze smarten die hij op zich nam. Wij daarentegen beschouwden hem als een getroffene, als iemand die door God is geslagen en vernederd. Hij is echter doorboord om onze zonden, mishandeld om onze misdaden. Want op hem rust de straf voor ons heil, en door zijn striemen is er genezing voor ons. Wij allen dwaalden als een kudde, ieder ging zijn eigen weg. De Heer liet op hem neerkomen de misdaad van ons allen. Men mishandelde hem en hij heeft het aanvaard. Hij heeft zijn mond niet geopend, als het lam dat naar de slachtbank geleid wordt en als het schaap dat voor zijn scheerder verstomt, zo heeft hij zijn mond niet geopend. Door een gewelddadige rechtspraak is hij weggerukt. Wie is er nog die denkt aan zijn leven? Hij is immers weggenomen uit het land der levenden, om de zonde van mijn volk tot de dood toegeslagen.
Men geeft hem een graf bij de misdadigers en bij de rijken een rustplaats. Ofschoon hij geen onrecht gepleegd heeft en er geen bedrog is geweest in zijn mond. Het heeft de Heer behaagd hem met slagen te pijnigen. Al brengt hij zichzelf ten offer, toch zal hij een nageslacht zien. Zijn dagen verlengen en de wens van de Heer zal door zijn hand vervuld worden. Om zijn zwoegen zal hij licht zien en worden verzadigd. Door zijn inzicht zal mijn dienaar als rechtvaardige velen rechtvaardigen en hun misdaden zal hij op zich laden. Daarom zal ik hem deel geven onder de grote, en met machtigen zal hij de buit verdelen, omdat hij zijn ziel prijs gaf aan de dood en onder de zondaars gerekend is. Hij draagt immers de zonde van velen en is voor de zondaars een voorspraak. We luisteren nu naar het leidingsverhaal volgens Johannes. In die tijd ging Jezus na het laatste avondmaal naar buiten. Hij stak de beek Gedron over en ging met zijn leerlingen een boomgaard binnen.
Ook Judas, die hem verraden zou, kende deze plaats, want Jezus kwam er dikwijls. Zo trok Judas daarheen met een afdeling soldaten en dienaars van de Hoge Raad. Zij hadden pakkels en wapens bij zich. Jezus trad hen tegemoet en vroeg hen: Wie zoekt gij? Zij antwoordden: Jezus van Nazareth. Jezus zei hen: Dat ben ik. Als het om mij gaat, laat deze mensen dan gaan. Simon Petrus had een zwaard bij zich. Hij trok het en sloeg daarmee de knecht van de hoge priester het rechteroor af. Die knecht heette Malchus, maar Jezus sprak tot Petrus: Steek dat zwaard terug in de steken. Zou ik de beker niet drinken die mijn vader mij gegeven heeft? Daarop greep ze Jezus vast, boeiden hem en brachten hem eerst naar Annas. Deze was namelijk de schoonvader van Caiaphas, die dat jaar hoge priester was. Annas ondervroeg Jezus over zijn leerlingen en zijn leer. Jezus antwoordde hem: Ik heb altijd openlijk onderricht gegeven in een synagoge of in de tempel, waar iedereen het kon horen. Nooit heb ik in het geheim gesproken. Waarom ondervraagt gij mij? Ondervraag de mensen die mij gehoord hebben, die weten goed wat ik gezegd heb. Op dat ogenblik gaf een dienaar, die naast hem stond, Jezus een slag in het gezicht en riep hem toe: Is dat een manier om de hoge priester te antwoorden? Jezus antwoordde hem: Indien ik iets verkeerd gezegd heb, verklaar dan wat er verkeerd in was. Maar als het juist is, waarom slaat gij mij? Daarop stond Annas Jezus geboeid naar de hoge priester Caiaphas. Simon Petrus en Johannes waren Jezus gevolgd tot bij het paleis van de hoge priester. Omdat Johannes daar bekend was, sprak hij met de portierster en bracht Petrus naar binnen. Het meisje dat aan de poort stond vroeg Petrus: Ben jij ook geen leerling van die man? Hij zei: Nee. Omdat het koud was, hadden de dienaars een vuur aangelegd en ze stonden zich te warmen. Petrus ging bij hen staan en warmde zich. Iemand vroeg hem: Ben jij ook niet een van zijn leerlingen? Petrus ontkende het opnieuw en zei: Nee. Maar een dienaar die bij de aanhouding van Jezus aanwezig was, zei tot Petrus: Heb ik jou niet in de boomgaard bij hem gezien? Petrus zei: Ik weet niet waarover jij het hebt. En meteen kraaide een haan. Vroeg in de morgen brachten de soldaten Jezus van het huis van Caiaphas naar de ambtswoning van Pilatus. De leden van de Hoge Raad gingen mee. Zelf gingen zij bij Pilatus niet binnen, want als zij in het huis van een heiden binnengingen, mochten zij het paasmaal niet eten. Daarop kwam Pilatus zelf naar buiten en vroeg: Welke beschuldiging brengt gij in tegen deze man? Zij antwoordden hem: Als dit geen misdadiger was, zouden wij hem niet naar u gebracht hebben. Daarop zei Pilatus: Neem hem dan zelf en oordeel over hem volgens uw wet. De Joden antwoordden hem: Wij mogen niemand ter dood veroordelen. Nu ging Pilatus weer naar binnen. Hij liet Jezus bij zich brengen en vroeg hem: Zijt gij de koning van de Joden? Jezus antwoordde hem: Zegt gij dit uit uzelf of weet gij het van anderen? Pilatus antwoordde: Ben ik soms een Jood? Uw eigen volk heeft u naar mij gebracht. Wat hebt gij gedaan? Jezus antwoordde: Mijn koningschap is niet van deze wereld. Anders zouden mijn dienaars er wel voor bezorgd hebben dat ik niet in de handen van de Joden viel. Pilatus hernam: Gij zijt dus toch koning? Jezus antwoordde: Ja, koning ben ik. Ik ben in de wereld gekomen om te getuigen van de waarheid. En wie de waarheid lief heeft, luistert naar wat ik zeg. Pilatus zei tot hem: Wat is de waarheid? Na deze woorden ging hij weer naar buiten en zei tot de Joden: Ik vind helemaal geen schuld in hem.
maar ik ben gewoon met Pasen iemand vrij te laten. Zal ik dan de koning van de Joden vrijlaten? Toen begon ze te schreeuwen. Nee, die man niet! Geef ons Barabbas! Barabbas was een rover. Toen liet Pilatus Jezus gijzelen. De soldaten vlochten hem gewoon van doorntakken, zetten hem die op het hoofd en wierpen hem een rood-purperen mantel om. Ze bespotten Jezus en gingen naar hem toe, terwijl ze zeiden: wij groeten u, koning van de Joden. En dan sloegen ze hem in het gezicht. Daarop bracht Pilatus Jezus naar buiten en zei tot de Joden: ik breng hem hier voor u, opdat gij zoudt weten dat ik helemaal geen schuld vind in die man. Jezus droeg nog steeds de doornkroon en de purperrode mantel. Zo toonde Pilatus hem aan het volk en zei: zie hier de mens. Maar zodra de Joden Jezus zagen, schreeuwden ze: kruisigen, kruisigen! Pilatus zei: neem hem dan zelf en kruisig hem, want ik kan geen schuld in hem vinden. Maar de Joden antwoordden: wij hebben een wet, en volgens die wet moet hij sterven, omdat hij zich uitgeeft voor de Zoon van God. Toen werd Pilatus erg bang. Hij ging weer naar binnen en sprak tot Jezus: waar zijt gij vandaan? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Daarop zei Pilatus: wilt gij niet tegen mij spreken? Weet je dan niet dat ik de macht heb om u vrij te spreken, maar ook om u te laten kruisigen? Jezus antwoordde: gij zoudt helemaal geen macht over mij hebben als u die niet van boven gegeven was. Daarom ligt de grootste schuld bij hem die mij aan u heeft uitgeleverd. Van dan af deed Pilatus alle moeite om Jezus vrij te laten. Maar de Joden schreeuwden: als gij die man vrijlaat, zijt gij geen vriend van de keizer van Rome. Ieder die zich als koning uitgeeft, komt in verzet tegen de keizer. Toen Pilatus dit hoorde, liet hij Jezus naar buiten brengen. Hij zelf ging op de rechtstoel zitten. Het was vrijdagmiddag, de voorbereidingsdag voor het paasfeest. Pilatus zei tot de Joden: hier is uw koning. Maar zij schreeuwden: weg met hem! Weg met hem! Kruisig hem! Pilatus vroeg: zal ik dan uw koning kruisigen? Allen riepen: wij hebben geen ander koning dan de keizer. Toen gaf Pilatus toe en leverde Jezus aan hen uit om de kruisdood te ondergaan. En de Joden namen hem over. Jezus moest zelf zijn kruis dragen en zo trok hij de stad uit naar Golgotha, wat in onze taal schedelplaats heet. Daar sloegen de soldaten hem aan het kruis, samen met twee misdadigers. Pilatus had ook een opschrift laten maken met de reden voor zijn veroordeling. Het werd boven op het kruis aangebracht en luidde: Jezus van Nazareth, de koning van de Joden. Vele Joden lazen het opschrift, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd, lag dicht bij de stad. Het stond er in het Hebreeuws, in het Latijn en het Grieks. De leden van de Hoge Raad gingen naar Pilatus en vroegen om het opschrift te laten veranderen. Ze zeiden: er moet niet staan, de koning van de Joden, maar hij heeft beweerd: ik ben de koning van de Joden. Maar Pilatus zei: wat ik geschreven heb, blijft geschreven. Toen de soldaten Jezus gekruisigd hadden, namen ze zijn kleren en scheurden ze in vieren, voor elke soldaat één stuk. Zijn onderkleed bleef nog over. Het was aan één stuk geweven en had nergens een naad. Daarom zeiden de soldaten tot elkaar: laten we dit niet scheuren, maar ervan loten wie het krijgt. Terwijl de soldaten hiermee bezig waren, stonden onder het kruis van Jezus zijn moeder, de zuster van zijn moeder Maria, de vrouw van Clopas en Maria Magdalena. Toen Jezus zijn moeder zag en naast haar zijn geliefde leerling Johannes, zei hij tot zijn moeder: vrouw, zie daar uw zoon.
En vervolgens zei hij tot Johannes: Zie daar uw moeder. En van die dag af nam Johannes Maria bij zich in huis. Toen Jezus wist dat nu alles volbracht was, opdat het schrift vervuld zou worden, riep hij: Ik heb dorst. Er stond daar een kruik vol bittere wijn. Een van de soldaten stak een spons in de wijn en bracht die met een stok aan zijn mond. Toen Jezus van de bittere wijn genomen had, zei hij: Het is volbracht. Daarop boog hij het hoofd en gaf de geest. Die avond zou de Sabbat beginnen, de grote Sabbat. Daarom wilden de Joden niet dat de lichamen aan het gras vlogen. Ze vroegen aan Pilatus te laten om de benen van de gekruisigden te breken en hen weg te nemen. Daarom kwamen de soldaten en sloegen de benen stuk van de misdadigers die met Jezus gekruisigd waren. Maar toen ze bij Jezus kwamen en zagen dat hij reeds dood was, sloegen ze hem de benen niet stuk. Een van de soldaten doorstak zijn zijde met een lans. Terstond kwam er bloed en water uit. Jozef van Arimathea, die was leerling van Jezus, maar in het geheim, uit vrees voor de Joden, ging naar Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. Toen Pilatus dit had toegestaan, ging Jozef met Nicodemus naar Golgotha. Ze namen het lichaam van Jezus en wikkelden het met welriekende kruiden in doeken, zoals bij Joodse begrafenis gebruikelijk is. Op de plaats waar Jezus gekruisigd was, lag een tuin met een nieuw graf waarin nog nooit iemand was neergelegd. Omdat voor de Joden de Sabbat aanbrak en het graf dichtbij lag, legden ze Jezus daarin neer. Laat ons bidden, broeders en zusters, voor de Heilige Kerk, dat onze God en Heer haar over heel de wereld vrede en eenheid brengt, dat in ons leven tijden van rust en stilte komen, tot verheerlijking van God, de Almachtige Vader. Almachtige eeuwige God, in Christus hebt gij uw heerlijkheid aan alle volken geopenbaard. Waak over het werk van uw barmhartigheid, geef dat uw kerk over heel de wereld stand houdt in de belijdenis van uw naam, door Christus onze Heer. Laat ons bidden voor Paus Franciscus, die door onze God en Heer te midden van de bisschoppen is aangesteld, dat hij gespaard blijft, om leiding te geven aan de kerk, het heilig volk van God. Almachtige eeuwige God, alles wat bestaat steunt op uw raadsbesluit. Luister naar ons gebed, bewaar in uw liefde de bisschop die gij over heel de kerk hebt aangesteld. Mogen het christenvolk dat hij in uw naam leidt, altijd toenemen in geloof. Door Christus onze Heer. Laat ons bidden voor onze bisschop Jozef, voor alle bisschoppen, priesters en diakens, voor alle die in de kerk tot een of ander dienstwerk zijn gewijd en voor heel het gelovige volk. Almachtige eeuwige God, gij leidt en heiligt allen die tot de kerk behoren, het lichaam van de Heer. Verhoor ons gebed voor allen die tot uw dienst zijn gewijd, dat ieder naar de genade die gij hem hebt geschonken, u dient in geloof en trouw. Door Christus onze Heer. Amen. Laat ons bidden voor onze broers en zussen die in Christus geloven, dat onze God en Heer hen die trouw zijn aan de waarheid samenbrengt
en in zijn ene kerk bewaart. Almachtige eeuwige God, die verdeeld zijn, brengt gij samen en bewaart gij in uw vrede. Wij bidden, verenig ons die door één doopsel zijn geheiligd in oprecht geloof, verbind ons door één band van liefde, in Christus Jezus, onze Heer. Laat ons bidden voor het Joodse volk, dat door onze God en Heer het eerst is aangesproken, dat Hij hen groot maakt in liefde voor zijn naam, in trouw aan zijn verbond. Almachtige eeuwige God, gij hebt uw beloften toevertrouwd aan Abraham en aan zijn volk. Verhoor genadig de gebeden van uw kerk, dat het volk dat gij het eerst verzameld hebt, tot de volheid komt door Christus onze Heer. Laat ons bidden voor hen die niet in Christus geloven, dat de Heilige Geest hen met zijn licht vervult en dat zij de wegen inslaan die leiden naar Hij. Almachtige eeuwige God, geef dat zij die Christus niet belijden de waarheid vinden, door eerlijk te leven volgens hun geweten. Maak van ons die de naam van Christen dragen, ware getuigen van uw goedheid, door meer liefde voor elkaar, door meer ontvankelijkheid voor uw mysterie, door Christus onze Heer. Laat ons bidden voor hen die het land regeren, dat onze God en Heer hun hart richt naar zijn wil, zodat iedereen mag leven in vrijheid en echte vrede. Almachtige eeuwige God, het leven van de mensen ligt in uw hand. En voor de rechten van de volken staat gij borg. Geef door hen die ons regeren overal ter wereld blijvend rust en vrede. En onder alle mensen welvaart en ruimte voor geloof. Door Christus onze Heer. Laat ons tenslotte bidden tot God de Almachtige Vader, dat Hij de wereld van dwaling zuivert, gevaarlijke ziekten en hongersnood verdrijft, terugkeer bezorgt aan vreemden en ontheemden, een veilige thuiskomst aan hen die onderweg zijn, genezing voor de zieken, nabijheid voor de zieken, en voor de stervenden het eeuwig heil. Almachtige eeuwige God, gij zijt vertroosting voor de bedroefden en sterkte voor hen die het moeilijk hebben. Laat hun gebeden tot u doordringen, uit welke nood zij ook roepen, dat zij in alle omstandigheden uw barmhartigheid ondervinden en de vreugde van uw aanwezigheid, door Christus, onze Heer. Amen. Dit is het kruis, Yeah.
Aangespoord door het gebod van de Heer en door zijn goddelijke woord onderricht, durven wij nu zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van al het kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde, beveiligd tegen alle onrust, ook volwachten op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie dan het lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Almachtige, eeuwige God,
Door het sterven van uw Zoon en zijn verrijzenis hebt gij ons nieuw leven gegeven. Bewaar wat gij in ons hebt bewerkt door uw barmhartigheid. Verleen dat wij door deel te nemen aan het paasmysterie een leven leiden dat u is toegewijd. Door Christus onze Heer. Amen. Heer, wij bidden, laat overvloedige zegen neerkomen over uw volk, dat de dood van uw Zoon heeft herdacht in de verwachting van de verrijzenis. Schenk het vergeving en bied het vertroosting, laat het geloof groeien en de verlossing voor altijd bevestigd worden door Christus onze Heer. Aan ieder van u dan ook nog een mooie avond. Morgen houden wij om 8:00 de paaswaken, die u dus ook opnieuw kunt volgen vanuit uw huiskamer. De paasdienst is zondag om 10:00 te volgen. Morgen stille zaterdag, het woord zegt het zelf, een dag van stilte, zoals het stil is in het leven van velen momenteel. Misschien naast de attenties van een sms'je, een telefoon, een ander berichtje, zou het gebed voor de ander een dankbaar welkom kunnen zijn. Laten wij heel concreet morgen aan één iemand denken of aan een aantal mensen denken en hen in gebed bij de Heer brengen. Ik wens jullie dan ook nog een vredige avond toe.